Ik was een aantal dagen geleden was ik met een persoon aan het lunchen. En deze persoon die had een website en die trekt 50.000 unieke bezoekers per maand. En dat is op zich best wel veel, dat is een mooi resultaat. Het zijn gratis bezoekers die gewoon via de zoekmachines komen en ook veel lezers die regelmatig terugkomen. Dus 50.000 unieke bezoekers. En het zijn dus geen hits, geen kliks, echt 50.000 unieke mensen die elke maand weer terugkomen naar zijn website. En dat gaat eigenlijk al 10 jaar zo. Hij heeft die website nu al 10 jaar. En hij schrijft regelmatig, schrijft hij een artikeltje op die website. En doordat hij dat doet, krijgt hij dus regelmatig bezoekers. Dus dat is hartstikke mooi. Enige nadeel is dat hij 0 euro verdient met die website. Hij heeft er wel wat advertenties op staan, maar de opbrengsten van die advertenties die gaan rechtstreeks weer terug naar zijn programmeur, zijn webdesigner die zijn website voor hem onderhoudt. Dus hij verdient er eigenlijk helemaal geen geld mee. En zijn vraag aan mij was dus heel simpel van: goh, Ilko, wat zou jij doen als jij mijn website zou hebben? Wat zou jij doen als jij al die bezoekers zou krijgen en ik zou jou die website geven? Nou, ik heb die website niet gekregen, maar ik heb hem wel een advies gegeven. Dat advies wil ik jou nu ook geven. Nou, er zijn drie situaties. Situatie 1 is heel simpel. Je hebt nog helemaal niks. Je hebt nog geen website, geen product, helemaal niks. Nou, dat kan. Dat is geen enkel probleem. Je moet ergens starten. Situatie 2 is dat je al een product hebt, maar je hebt nog geen website. Dat is ook heel vaak. Mensen die echt tegenop kijken om een website te maken. Ze hebben bijvoorbeeld wel een product klaar. Ze hebben een e-book geschreven. Of ze hebben een mooi fysiek product wat ze hebben gecreëerd of geïmporteerd. Of wat dan ook. En de derde situatie is: je hebt een website, maar je hebt nog geen product. Dus je krijgt wel allemaal bezoekers op je website. Dat is allemaal hartstikke leuk. Alleen je hebt nog geen product die je kunt aanbieden. Nou, we gaan het daar even over hebben. Van wat gebeurt er wanneer je wel een website hebt, maar nog geen product? Of wat moet je doen wanneer je wel een website hebt, maar nog geen product? Nou, zijn vraag was dus aan mij van: wat moet ik doen met al deze bezoekers? Kan ik daar ook iets mee? Kan ik er ook voor zorgen dat dat winstgevend wordt op een of andere manier? En toen zei ik tegen hem van: ja, nou ja, wat zou jij doen als jij een metrostation zou krijgen? Wij wonen sinds kort wonen hier in Amsterdam. We zitten vlakbij de Amstelstation. En nou, wat zou ik doen als ik dat metrostation zou krijgen? Ik bedoel, ik zou geen geld mogen verdienen met bijvoorbeeld de bezoekers. Ik zou bijvoorbeeld geen entree vragen. Dus dat, als de regels zouden zijn dat ik geen geld kon verdienen met treinkaartjes of metrokaartjes, maar dat ik wel gewoon dat metrostation zou krijgen. Wat zou ik doen? Dus dat is de vraag die ik hem stelde. Ik zou: wat zou je doen als jij een metrostation zou krijgen? Als je hier het Amstelstation zou krijgen, inclusief alle bezoekers. Dus hij een beetje nadenken, een beetje denken van: nou ja, wat zou ik dan doen? Nou, ik zou kaartjes verkopen. Nee, dat mag niet. Dat is de deal, dat mag niet. Je mag geen kaartjes verkopen. De bezoekers krijg je van iemand anders. Die komen gewoon vanuit de overheid of wat dan ook. Nou, toen ging hij nadenken van: nou ja, als ik over een metrostation loop, dan heb ik af en toe wel honger. Dan heb ik bijvoorbeeld zin in een Snickers bijvoorbeeld, of een nuts of wat dan ook. Ik weet niet meer of een nuts nog wel bestaat, maar dat is hij, hè. Maar sommige mensen hebben gewoon honger. Ik bedoel, ik heb ook vaak honger. Iedereen heeft honger, niks raars aan. Dus hij zou een snoepautomaat neerzetten. Nou, dat is een hele mooie. De bezoekers heb je al, die komen voorbij lopen en die kunnen af en toe kunnen ze even langs zo'n apparaat lopen en iets eruit kopen. Dat is heel simpel, heel goed. Dus hij heeft de bezoekers, die komen door het metrostation en die kopen af en toe een Snickers bijvoorbeeld. Maar ja, sommige bezoekers hebben ook wel dorst. Ik bedoel, als je een Snickers drinkt of eet, dan wil je misschien ook wel een glaasje water of een flesje water of een flesje cola of wat dan ook. We zijn toch wel ongezond bezig, dus doen een flesje cola. Dus mensen kopen een Snickers en vervolgens kopen ze bijvoorbeeld ook al een flesje cola. Dus op die manier weet je de bezoekers van het metrostation uit te melken. En dat is wat je moet doen op een positieve manier natuurlijk. Ik bedoel, het is helemaal niet raar dat als iemand voorbij loopt dat ze iets bij je komen drinken of iets bij je komen eten. Dat is geen, dat is zeg maar uitmelken in de positieve zin van het woord. Dus dat zou hij doen. En hij is gaan nadenken, nou, wat zou ik nog meer doen? Nou, misschien wel luxe broodjes. Ik bedoel, veel mensen die daar voorbij lopen en je hebt een mooie broodjeskraam, dat je de geur ruikt van lekkere broodjes of lekkere worsten of wat dan ook. Ja, dat kopen mensen. Dus bij een metrostation, en dat zie je ook heel vaak, ook heel vaak niet bedoel ik, als je op een metrostation loopt, dan het is niet dat je daar wordt doodgesmeten met apparaten en dit en dat. Zeg maar. En ik heb vaak gewoon echt, nou ja, ik heb de eigenschap dat als ik, en Tony die moet er ook al heel erg om lachen, ik heb de eigenschap dat als ik ga tanken bijvoorbeeld, dat ik altijd gewoon eten of drinken moet kopen. Dat is gewoon een eigenschap van mij. Dat moet ik gewoon doen. En ik heb hetzelfde als ik bijvoorbeeld met openbaar vervoer ga. Dan zou ik ook zeker wel even wat kopen. Of even wat drinken. Of even een lekkere broodje. Of wat dan ook. En dus daar zou je ook over na kunnen denken. Dus
hier de gemeente Amsterdam, die kan echt bakken met geld extra verdienen door gewoon leuke metrostations neer te zetten waar je gewoon veel eten en drinken kunt kopen. Nou, je snapt het verhaal een klein beetje. Wat moet je doen wanneer je wel een website hebt, maar nog geen product? Het is heel simpel. Je moet een product gaan creëren of gaan vinden die je kunt verkopen. Hij heeft een website die 50.000 bezoekers per maand, al 10 jaar lang. En 10 jaar lang had hij een product kunnen aanbieden aan die bezoekers. En ik heb hem gevraagd van wat zijn je nummer 3 of nummer wat de top 3 van vragen die je krijgt op je website. En daar heeft hij antwoord op gegeven. En toen zei ik van nou, daar moet je de oplossing voor aanbieden. En dat moet je tegen een x-bedrag moet je dat gaan aanbieden. Dat is heel simpel. Dus dat is wat je moet gaan doen. Als jij wel een website hebt, maar je hebt nog geen product dat je aanbiedt. Je verdient nog geen geld met je website. Het is heel simpel. Je hebt al de bezoekers. En vervolgens moet je ze wat gaan aanbieden. En dat kan je eigen product zijn. Het kan bijvoorbeeld een informatieproduct zijn. Het kan een e-book zijn. Het kan een fysiek product zijn. Maakt niet uit wat. Ik bedoel, als jij een website hebt op het gebied van fitness bijvoorbeeld. Dan zou je bijvoorbeeld fitnessapparaten kunnen verkopen. Of dumbbells. Of schoenen. Fitnessschoenen. Of wat dan ook. Ik bedoel, kijk gewoon waar er vraag naar is. En bied die producten aan. Het is heel simpel. En hij keek me aan. Hij dacht van, wauw, dat is een goed advies. Terwijl het heel simpel is. Ik bedoel, je hebt de bezoekers al. Vervolgens moet je ze gewoon wat gaan aanbieden. Dat is heel simpel. Dus dat is wat ik je aanraad om te doen. Als je wel al een website hebt, maar je hebt nog geen goede inkomsten. Bied gewoon een product aan die jouw bezoekers willen hebben. En als je dat product zelf gaat maken, super. Dat is niets beter dan een eigen product. Maar aan de andere kant, je kunt ook een affiliate worden. Dat je iemand anders een product promoot. Of dat je dropshipping gaat doen. Dat jij iemand anders een product gaat verkopen. En dat jij een bepaalde commissie krijgt. Of wat dan ook. Maar als jij bezoekers hebt op je website, zorg ervoor dat je producten kunt aanbieden die relevant zijn. En als je dat doet, dan zul je zien dat je inkomsten zullen gaan stijgen. Nou, het is heel simpel. Als jij meer geld wil verdienen, dan moet je meer producten gaan aanbieden. Dus ik had het net over een flesje cola en een Snickers en een broodjeszaak bijvoorbeeld. Als ze alleen maar een Snickersapparaat zouden neerzetten, dan zouden ze daar alleen maar geld mee verdienen. Maar als ze daarnaast een Coca-Cola-automaat zouden zetten, zouden ze daar ook meer geld mee verdienen. Dus als je meer geld wil verdienen, moet je meer producten gaan creëren of aanbieden of als affiliate of wat dan ook. Nou, dat was mijn tip voor vandaag. Ik heb er een mooi woord van gemaakt, metro-marketing. Een beetje in de flow raken hier natuurlijk. We zitten net in Amsterdam. Het openbaar vervoer ben ik natuurlijk ook allemaal niet gewend, maar ik vind het wel leuk. Ik wil je alle succes wensen en tot een volgende keer. Doei!